Jezus, daar zijn we weer, hoor. Een nieuwe aflevering van... Jos P.S. Mitch! Oh, we zijn hier in Italië, hè? Nee, we zijn in China! Shanghai! Daar zijn we namelijk. In ieder geval, we zijn dus in China en Vettel is er niet, dus dat is allemaal mooi. Hamilton is er wel. Hamilton! Oké. Jongens, dit is de laatste van de laatste drie races. Nee, dat is niet waar. Dit is de eerste van de laatste drie races. Want hierna zijn er nog twee, als je een beetje kan rekenen. Als je dat niet kan, dan heb ik het zojuist voor je uitgelegd. Jos, wat? Ik kijk net echt achter me. Ja? Moet je eens kijken hoe mijn hond erbij ligt. Oké. Wat een epische chillbaas. Oh, heerlijk. Zo leg ik straks in de grimbak, jongens. Stand dus. Dames en heren, je gaat het niet geloven. Maar geloof het maar. Jos en Mitch staan gedeeld eerste met 143 punten. What the fuck? Jos. We hebben allebei vier keer gewonnen. En we zijn allebei één keer... We hebben twee keer niet in de punten gereden. Dat is nog knapper. Ja, ik ben gewoon goed. We zijn niet in de punten. Dus ik ben fucking goed. De vorige race in Maleisië was echt een van de beste races die we ooit gereden hebben. Als je dit niet gezien hebt. Ga niet kijken, jongen. Holy shit. Wat ben je dan aan het doen met je leven? Man. Beter dan dat wordt het niet, hoor. Nee. In ieder geval qua gameplay, hè. We kunnen altijd grappiger zijn misschien. Ja, we zijn altijd leuk, maar goed racen, dat zit er niet altijd bij inbegrepen. Maar wat er wel bij iedere race is inbegrepen, is een constructeurstand. En Mercedes staat eerste met 272 punten. En Ferrari is de tweede met 158 punten. Dat is 14 minder, dus dat is op zich voor constructeurs. Wacht even. Punten niet zoveel. Je zei 272 en bij jou zei 182. 258. Oh. Zei ik dat? Ja, je zei iets met 100 in ieder geval. Ik denk dat is het beste grote verschil. Ja, nee, het is 14 punten of zo. 14, toch? Ja. Voor constructeurs punten is dat niet zoveel. Ik wou dat Jos versus Mitch net zo spannend was als real life Formule 1. Maar dan met Red Bull er ook bij. Wat ik nog wel even wil zeggen. Volgens mij is China echt de baan die we echt het minste gedaan hebben van alle banen. En heel Jos versus Mitch. Maar we hebben echt één of twee keer gedaan. Omdat het moest. Omdat het op de kalender stond. Het seizoen, als er niet wordt gereden, kunnen we altijd dezelfde races uitkiezen. Dan hoeven we de kalender niet te volgen. En dan kiezen we nooit China. Ja, we doen het nou wel, omdat we het nooit doen. Yo, Vettel is trouwens aan het hardstel aan het luisteren of zo, jongen. Zullen we met zijn hoofd te schudden? Wat? Ik dacht dat ik net zo snel was als jij, met Vettel dacht van, oh, dan kan ik nog even tussen, hoor. Fucking lul. Dan prop ik hem nog even tussen. Even lekker proppen. Ja. Ander leuk feitje. Stroll op vorige race, 1 punt. Nou, Lance. Er zijn echt nog maar twee mensen die geen punten hebben. De ene is vandoor en de andere is Eriksen. De rest hebben allemaal punten. Iedereen heeft punten. Ja, bizar, hè? Ik ga lekker racen. Hey Jos, ik heb een nieuw soundboard. Mag ik hem even testen? Is goed, joh. Ah, hilarisch! Ah, dat was super grappig. Maar ja, als je dan klaar bent met lachen, dan zou je in principe dus op de hotlap of de kwalificatielinkje in de beschrijving kunnen klikken. Want dan kan je hem helemaal uitchecken, weet je hoe de quali is gelopen. En dan weet je hoe je een beetje fatsoenlijke ronde moet neerzetten over het circuit in Shanghai. Want het is nog wel een redelijk lastig circuitje. Is altijd mooi om te zien natuurlijk. En ook mooi om te zien hoe wij die lekkere kwalificatie inbeuken en wie er dan op pole position staat. En wie is dat dan? Oh, pak hem wel! Ik heb hem niet afgesneden in ieder geval. Gast, ik pak hem gewoon... Volgens mij heb ik rekening 1.33. Ik kreeg rondjes. Yo, ik ben helemaal gefliept. Heb jij stiekem de bocht afgesneden? Nee, eigenlijk niet. Dat is goed. Tenminste, niet meer dat ik me kan herinneren. Ik niet, maar ik verneukt... Oh, die laatste bocht, jongen. Of de laatste bocht voor het rijstuk. Dat was echt zo slecht. Mijn exit was zo goed, alleen die knik daarvoor. Nou, knik bijna eraf gewoon. Dan mag je nog blij zijn dat je nog tweede bent. Nou, dat ben ik ook wel. Het zou Mitch weer eens niet zijn die op pole position staat met zijn kut Mercedes met zijn fucking power mode. Maar ja, weet je, ik mag eigenlijk helemaal geen kant kiezen, dus dan doe ik dat ook niet. Hamilton, derde en Vettel op P4. Op 5 en 6, zoals eigenlijk altijd Ricciardo en Verstappen. Het is gewoon ingeprogrammeerd in deze game of zo. In ieder geval staat Perez en Massa erachter. Dus niet de twee Force India's, wat ook meestal ingeprogrammeerd is. Maar ook al staat dan op P9 en Grosjean op P10. En die staat daar meestal. En dat is wel knap. En Hulkenberg en Alonso op 11 en 12. En op 13 en 14. Magnussen en Carlos Sainz. Wist je dat Carlos uit Spanje kwam? Nee, dan weet je het nu. Alonso staat twee keer op de grid. Dat is knap. Dat hij twee keer heeft mogen kwalificeren. En Van Doorn staat 17e. Stroll staat 18e. En natuurlijk staan de Sauers helemaal achteraan. Laten we beginnen met de race in China.
Het is echt stil. Stilte voor de storm. De houten Finse vlag, maar ik zet hem stoort de bereikcode. En ik van Bottas. Oh ja. Dus de beide Finnen hebben gewoon geen baan meer. Lekker. Ze hebben Finland opgeheven. Als je uit Finland komt. Ja, dat is kut. Jammer dan. De clutch bite is goed. We zeggen altijd, blad van de clutch is bite niet. Maar deze is dus wel. Dat is gewoon geloven. Het is gewoon stieren scheet. Oh, ik druk gewoon op start. Oh, ik druk gewoon op start. Ik druk de express op start, maar dat is wel grappig. Het voelt ook helemaal niet hard rijden, maar... Doe je wel. Ik rij wat jou mee, maar de rest is een beetje vandoor. Hey, jongens, tot bij de pitstop. Maar jongens, je moet toch eerst de start doen en zo. Jongens, tot bij de startopstelling. Sorry, blaf aids. Als je nou even stikt, dan kan ik winnen. Oh, en Jos, wat een fantastische inhaalmanoeuvre. Oh, wacht, ik wacht trouwens eerst, dus ik moet gewoon inhalen. Ja. Ik wil net zakje blijven. Alhoewel ik niet echt weet waar ik er langs moet als je zo aan het leven bent. Break check! Jammer. Kut. Fantastische formation lap, gewoon allebei een keer uitgereden. Doe het even gewoon, hè. Pot die hand, Dori. Die hond ligt nog steeds hetzelfde. Fucking heerlijk. Misschien moet ik maar gewoon een kutstart maken, daar heb ik gewoon geen reden om je om ernaast te zetten. Oké, er moet een ei op de lampen. Kan iemand er een ei op leggen? Nou, eigenlijk niet. Hey, waar is Olaf eigenlijk? Is er niet. Oh. Wow. Wow, jij pakt hem goed weg, of niet? Best wel. Wow, Hamilton ook. Hij zit aan mijn binnenkant. Hij zit er voorbij. Ik ben even aan het kleien. Ik zie het, ja. Hamilton, denk eens even niet, mijn jongen. Doei. Oh, hij dacht dus even van wel. Oeh, ik knik er nog bijna af. Die gast is helemaal geflipt, bitch. Ja, joh. Wow. Moet ik me even concentreren, want de vorige keer toen ik in de eerste ronde ging rijden, toen ging het een beetje mis. Oh, ja. Hier kan je wel voor gassen. Hier kan je wel voor gassen, ja. In de Dirty Air is het maar net. Ik bedoel, in de Dirty Air gewoon vol gas gaan, maakt niet uit. Haal je gewoon. Oh. Zo. Een beetje oversturen. Ja, die gasten die zitten in mijn versnellingsbak, joh. En dat mag dus niet. Ah, jezus. Wat een ballen exit, joh. Wat doet er weer? Weet ik niet. Oh, slipstream feest. Zo. Kijk, ze gaan, joh, die helft. En die volgt mij gewoon. Paaltje! Ja, kut, ik wou hem. Classic. Dan mis ik mijn versnelling. Oh, wat? Geen blauwe vlag? Wat voor? Blauwe vlag? Ik ben er wel voor. Ja. Daar ben ik weer. Dat komt omdat je fucking traag bent. En omdat je altijd naast de baan rijdt. Oh, ga je in het gras. Misschien ben je te langzaam. Charlie! Charlie, wow. Twee mensen hebben blauwe vlag. Achter ons. Het spel is kapot. Yup. Geef die aan Hamilton anders even. Er komt iets beter uit, Charlie. Daar heb ik geen tijd voor. Ik moet naar de bejaardenbingo met Toto. Hij moet altijd iets zingen, want hij is slecht. Ha! Wat, ik ging in... Deelt hij ergens nog gewoon voor gas? Met lijp. Ik ben van mening dat Robert en Olaf veel te veel hun bek aan het houden zijn in deze race. Ja, hallo, wie is nou die dronken begon die allemaal horen als zijn bek aan het kotsen is? In mijn oren! Dat ben ik. Oh, hallo, ik ben Robert en Olaf, dat hebben ze begon. Ja, leuk Robert. Holy shit, wat een exit! Ik had echt een super slechte exit. En Jan zit in de slipstream bij Mitch. Zou hij nog bij kunnen uit dat er gewoon Ferrari Power achterin liggen? Oh, ik kan het niet bijhouden. Wie redt het laatste? Het is Jos. Maar even redt zich. Oh, dit is zo'n krap. Zijn moeder vraagt ook. Zo, wat een tractie, joh. Zijn moeder vraagt ook. Wat? Ik ga naar huis. Hoi. Oké, ik ga niet naar huis. Dat is maar een grapje. Rustig aan, jongens. Rustig. Oeh. Ja, die herpen is veel te krap, joh. Oh, ik moet hier iedere keer corrigeren, jongen. Juf. Ik wil dat te vroeg op mijn gas. Ja. Wie niet? Pascal Wehrlein. Ah ja, want die kan er niks van. Vorige race noemden we hem nog een talent. In ieder geval ik. Hij rijdt je wel in de weg. Zo, die man rijdt altijd in de weg. Ah, verdomme. Fuck dit up. Oké, dan gaan we eens even kijken wanneer we naar binnen moeten. Nog niet. Hamilton, doe eens even niet. Vind ik niet leuk, niet aardig en niet tof. Oh shit. Hamilton, ik ga eerst. Hoi. Doei Jos. Een paar tienen verloren met releasen. Iedereen opbokken. Olaf, boksen! Oké, ik heb zojuist Mauricio op zijn neus geslagen. Zo. Banden zijn nog best goed. Bedankt jongens voor de nieuwe banden. Had je ook niet even nieuwe remmen kunnen geven, want deze werken niet zo goed, toch? Hé, een helikopter! Oh, kut pit exit. Exit? Entry. Oh, denk al. Zo, dan heb ik ook wel tienen verloren. Denk, hoe krijg je dat nou weer voor elkaar, joh? Ja, dat zou wel knap zijn. Go, go, go! Nou,
Nou, ze hebben wel tijd gewonnen. Ga je nog wel verkeren door het verkeer heen? Ja, hopen dat die Hamilton maar niet... Ja, als ze een beetje sneller doorheen kunnen. Dit moeten we wel een beetje samen doen, denk ik. Want anders gaat die Hamilton die jumpt ons allebei de moeder. Ik begin vast. Kijk hem gaan. Oh, Eriksen. Oh, Eriksen. Dankjewel. Wat een teringlul, joh. Ga weg, man. Jongen, jongen. Oh, overtake of the season. Damage. Nee, gelukkig niet. Maar ik ben nou sowieso mijn tweede plek kwijt. Mix 2. Hou je bek met je mix 2. Zeg het maar gewoon, Jos. Gasten, die kunnen we niet normaal doen. Ik zat er gewoon naast. Ze naait me gewoon het gras in. Fuck, daar ben ik zo moe van, hè. En wat is nu in de pits? Haal ik niet. Ik was ook ongeveer waar jij nu was. Zo wordt spannend. Zelfs de laatste sector. Nee, ik haal het niet. Denk ik. Maar er is helemaal geen ruimte hier. Holy shit, ze crasht bijna. Oh, oh. Op dikke de season. Misschien. Ik denk het wel hoor. Holy shit. Ja, verdomme man, ik had ook een keimooie overtake. Sorry, bitch. Ja, maar wij beslissen dat niet. Maar ja, dat is wel waar. Doei, Stoffel. Weet je, als je kampioen wordt dit jaar, dan mag je Eriksen bedanken. Palmer lekt! Palmer lekt! Ik herhaal, Palmer lekt! Buitenom mijn Palmer! Fuck jullie allemaal de fucking moeders! Sinds wanneer kunnen wij racen? Ik weet het ook niet. Oh, wat lekker gewerkt! Goeie exit nu. Hoppakee, prima exit. Slipstreampje bij Sainz oppikken. DRSje open. Teammate is in de pits. Door drie breed te halen, als ik niet uitkijk. Oh, pommeltje. Oh, sorry, Stroll. Die schrikt zich ook kapot. Ja. Stroll heeft trouwens gewoon weer in de punten. Je moet nog naar binnen. We stoppen echt laat. Waar is Vettel eigenlijk? Nou, in de pits nu. Oh shit, die gaat ons jumpen, man. Ja, ik zweer het. Nee, ik had zelfs de ronde. Oh, ik heb hem wel net. Ja. Hij jumpen. What the fuck, jongen? Vettel... Oh, hij zit te kutten met Sainz. Iedere keer met Vettel, jongen, hè? Rij hem eraf, Sainz. Het lijkt wel of dat jij, zeg maar, alle kutpitstops krijgt en Vettel alle masterlijke pitstops. Ik kan best prima stoppen, hoor. Alleen, nou, hij gaat echt zo laat naar binnen. Maar ja, ik word er gewoon afgereden door Eriksen, anders had ik hem gewoon gehad, hoor. Ja. Ik ga hem krijgen ook. Ik rijd tegen hem aan. Nee. Oh, geen schade. Oké, okay, blijf hoor. Hey, kills. Nou, we gaan weer voor de tweede plek rijden. Oh, dat is irritant, joh. Hey, Jos. Je bent altijd! Niet waar! Want dan stond ik wel dik eerste. Dat is wel waar. Als ik naar dezelfde muur in rijd, dat is wel minder erg. Maar dan kan je niet van jezelf de schuld geven. Tenminste, de muur de schuld geven. Oh ja, dat kan ik wel. Maar ik terug niet zo heel ver achter. We zitten pas op de helft. En het ongeluk zit in een klein muurtje. Nee, ik ben fucking slecht in China. Ik hoor het mezelf nog zeggen. Ik hoorde het jou net ook zeggen. Hoe kan dat nou? Ik hoor, als ik dit... Holy fucking hell! Even niet praten. Oké, okay, als ik dit terug zie in de awards show, ik hoor... In ieder geval de award voor de jongen die zijn best deed. Dit doet zeer aan je taille wij, hoor, die bom. Vettel ga ik niet meer inhalen. Laat hem allemaal maar zitten, joh. Ik word al gewoon derde. Ik rij echt gewoon al drie ronden op rij. Identiek volgens mij echt exact dezelfde sector. Tijd, de eerste. Dat is best knap. Het is net alsof je een robotje bent. Ja, Jos, misschien is ook helemaal niet aan het rijden, hoor. Maar dan kan ik je vertellen wat je net terug met de wilde vijfde man. Robert, niet klappen. De stiekem mijn hond die aan het rijden is. En ik ben degene die op mijn rugje in het mandje ligt. Kan iemand de safety car voor wat zaken? Kan iemand dat gewoon even een keertje niet doen? Jawel, we hebben wel goed twee races op rij en toen niet. Ja, dat is waar. Het wordt weer eens tijd, toch? Zo hadden we nooit een safety car en ik heb twee races achter elkaar. Fucking bizar. Yo, hey, yo. Nou, meneer de gast van wie ik de setup heb gestolen op internet. Zwaar, werkelijk helemaal kut. Oh, Jos, je stuurt gewoon niet goed. Nee. Hoppa! Jongens, kunnen we even naar binnen om de setup aan te passen? Maar natuurlijk, Jos, dat is geen enkel probleem, joh. Kom je daarna wel op P27 terug, oké? Okay? Ja. Want die zeven die achteraan rijden zijn de teambazen. Nou weet ik al waarom we China nooit deden. Ik zie je in ieder geval, hoor. Dat is ook wel weer wat. Hey, ik loop in. Dan lekker op tijd mee, Sharky. Ja, want er ligt ook ver achter, zeg. Ja, joh, die gaten zijn echt teuring groot. Hoe anders was dat de vorige race? Ja. Nou, dat is genoeg, hè? Haha, ik zei het weer, Olaf. Auto, nummer een keer. Ah, dit is mijn lievelingsnummer. Mijn ook. Was je niet, maar nu ik het zo hoor. Nu ik zo van Toto hoor. Maar is die man toch goed, hè? Ja, hij speelt ook in zijn eentje alle instrumenten en hij zingt. En hij ruikt naar kersenbloesem. Ja, ook nog. Robert, ik vind dat jij, ondanks dat jij zo vaak je bek houdt tegenwoordig, dat het daardoor echt gewoon keigoed gaat. Ah, ik spin! Nee, jongens. Wees gefeliciteerd. Met het kampioenschap dit jaar.
Eriksen gooide het weg en nou ben ik boos. Kut Eriksen. Hey, Olaf, ik kan helemaal niks meer zeggen deze race. Het is wel klaar nou. Oh, heel. Olaf, jongen, jij bent echt helemaal de fucking moeder gek. Wow, ik praat op de maat van mijn versnellingen. Dat is ook wel tof. Jij bent één. DRS will be offline. Lieve. With the rear wing system. Stay out. Commentator. Nee, live. Niet lieve. Oh ja, sorry, ik haal het altijd door elkaar. Ik ga naar binnen. Echt, schade dan. Nou, ik zit te twijfelen om te... Ja, net te laat, hè. Dan val je wel terug tot 6 of 7 of zo, hè. En je hebt nog maar één ronde hierna. Ah, ik had het echt bijna gedaan. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Dadelijk, dan kun je op een paar punten Hamilton nog bijhouden of zo, weet je wel. En dan heb je de punten op het laatste moment nog nodig. We hebben nog twee races hierna, misschien crash ik wel. Misschien crash ik ook wel. Ja, dat kan. Super sterk argument. Lekker beargumenteren met Jos. Ik ga helemaal een keer mijn snelste eerste sector terwijl ik gewoon niet op zat te letten. Moet je gewoon een keer gewoon altijd doen. Hé, een vogel. Wat een mooie vogel. Die heb ik nog nooit gezien. Ik zou wel eens vaker zo'n vogel willen zien. Want dan word ik al vrolijker dan dat ik net was. Even kijken. Hé, een bocht naar rechts. Even een beetje gaan concentreren, want Vettel die komt alsmaar dichterbij. Hé, een DHL-bocht. Ja, dat is wel mijn favoriete DHL-bocht die ik gezien heb vandaag. Hé, betreut in de luisteraar, het werkt niet. Olaf, ik ga Formule 1 rijden. Dan kan je net zo goed de wielen onder je stofzuiger zetten. Oh, verremmen. Ja, sukkel. Hij mond, kan me niet concentreren. Ja, dat komt door jou zelf hoor. Nee, dat is helemaal niet omdat ik zelf iets zeg. Echt wel. Dat is omdat jij het zegt. Lul. Ah. Holy shit, joh. Oh, dat wordt echt fucking hard gerekt deze aflevering. ik zei gewoon lul tegen hem, hè. Ja, ik hoorde je. Ik zat hier. Oh ja. Let al, rem eraf. Doe het voor het stijgerende paard. Wat is dat? Het is wel Ferrari. Voor de mensen die het niet snappen, hou je bek, Robert. Ja, Robert. En wacht, daar ben ik. Ik crash serieus. Nee. Ja, tief even op, man. Oké, doei. Misschien crash ik wel. Ah, ik krijg hem niet meer recht. Ah, nee joh. Wat een grove baan is dit. Ja, maar dit slaat ook echt weer helemaal nergens op gewoon. Als we hem het accelereren. Ja, zoiets. Geen idee. Ja, dan ook nog dagelijks 6e ook. Mijn banden zijn smerig. Nou, als ze ooit de Formule 1 game maken, dan weet ik wie de overstap maakt. Krijg je de auto in de muur. Boom! Zo, die is kapot. Ben ik finished? Jongen. Weet je wat nou het leukste van alles is? Nou. Volgend seizoen mogen we nog een keer China rijden! Yay. Ik kijk er nu al naar uit. Oh, ik ben wel derde. Ik kreeg hem in de muur. Volgens mij had ik de finish niet gehaald, maar volgens mij wel. Waarschijnlijk wel. Nou, ik hoef het allemaal niet te zien. Dat is allemaal te vrolijk. Fuck joh, waarom nou ook echt precies gewoon in de fucking tweede sector, in de laatste ronde. De hele tijd gaat het goed. Ik doe niks anders. Ja joh, ik sprint hem ook gewoon... Ja oké, ik rij wel een beetje op de curbs, maar... Dat is ook gewoon niet meer gewoon te correcten als je sprint. Ik sprint gewoon over de curbs. Ja. Oh ja, toch bij de persconferentie en zo. Doei. Ja, pers... Ja, ik weet... Doei. Ja, een beetje van jij ervan. Ja, ik vond het allemaal heel helemaal niet leuk, want ik crashte allemaal in de laatste ronde en nou ben ik heel boos om te zien wat aan mijn gezicht. Jos, wat vond jij ervan? Ja, weet je, ik heb wel gewoon gratis champagne, dus op zich ben ik zeker niet ontevreden. Waar gaan we volgende week rijden? Ja, volgende week dan rijden we in Mexico. En daarna rijden we in Amerika dat seizoen afgelopen. Tot de volgende keer, later. Ja, doei! Later!